Hey, ik ben Bas. En ik ga binnenkort van Amsterdam naar China fietsen op deze fiets. Look at it. Op de fiets naar China. Mensen denken natuurlijk dat ik gek geworden ben. Misschien hebben ze gelijk, maar voor mij voelt het heel logisch. Ja, waarom? Waarom ga ik dit in godsnaam doen? Dat heeft een aantal redenen. Misschien wel 1000. Ik heb iets tegen huidig toerisme waarbij je ergens heen vliegt. Daar heel vluchtig rondrent, allemaal foto's maakt van je lekkere bord eten op het strand. En weer naar huis vliegt. Volgens mij is dat helemaal niet hoe je een plek leert kennen. Dus ik wil met de fiets, met al mijn zintuigen, door de mooie, maar ook de lelijke plekken komen van een land. En ik wil, en misschien is dat wel het belangrijkste, mijn kaders eens loslaten. Als je hier opgroeit in de westerse wereld, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Dat is helemaal niet erg, alleen je wordt niet heel snel uitgedaagd. En ik zoek juist die uitdaging, maar ik wil ook weten hoe het voor anderen op de wereld is. Fysiek zal het vooral de eerste weken heel erg pittig worden, want ik ben nou helemaal niet echt een fietser van oudsher. Ik zit in mijn tent en het regent en het waait en het stormt. Laat rusten. Maar het gaat vooral om het laten zien dat de wereld niet eng is. Het laten zien dat als je, hoe raar je droom dan ook is, iets wilt, je het gewoon moet gaan doen.